Afgelopen weken had ik enorme bonje met de schoolbestuur in onze stad. Tenminste met een aantal schoolbesturen. Omdat het ging over de vraag, mag je eisen dat het onderwijs voor kinderen in slechte wijk ook goed is? En ik vind dat een wezensvraag van onze beweging. Het kan niet zo zijn, het mag niet zo zijn dat je een school, omdat die in Bosselommer staat, omdat die in Slotervaart staat, omdat die in de Indische buurt staat, dat je dan zegt van ja, het voldoet aan de minimumeisen. Voor die populatie is dat hartstikke goed. De kinderen zijn rustig. Als je meer eist, dan is dat denigrerend, dan is dat zeggen, dat kan toch niet waar zijn? Is dat wat sommige schoolbesturen tegen mij zeggen? Die zeggen, je bent niet alleen naïef, het is ook slecht, het is stigmatiserend dat je wil dat het onderwijs beter wordt. Die zeggen, het is slecht dat je eist dat een gemiddelde school in Amsterdam, een gemiddeld Amsterdams kind, zijn talent ontdekt. En ik denk, nou ja, is dit ons Amsterdam? Is dit de boodschap van degene die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs? Of heeft de directeur gelijk van de krijtmolen in Noord, van de Ruperee in Slotervaart, van de Alcadisha in West? Directeuren die mij de afgelopen dagen hebben gezegd, ja, ik durf. Ik durf met de kinderen in mijn klas, in mijn school, die allemaal met een taalachterstand zijn begonnen, ik durf te kiezen voor kwaliteit. Ik ga voor die norm, ik ga voor die ambitie. Ik kies voor een school boven het Amsterdamse gemiddelde. En dan denk ik, die mensen verdienen onze stemmen. Dat is de toekomst van onze kinderen in de stad. En als het gaat om strijd, dan is dat de strijd die we moeten leveren.